Beste vrienden, kameraden, Europeanen. Zoals jullie alle weten, is het al maanden onrustig in Noord-Afrika. Waar enkele regimes onder druk staan en enkele inmiddels reeds zijn gevallen. Zelfs in de verkleinde wereld van vandaag de dag kunnen we op het oude continent meevoelen en meedenken met wat de volkeren in Noord-Afrika meemaken. Begrip is er vanuit onze kant. Natuurlijk, voor hen die in deze wereld baas in eigen land willen zijn. Die de eigen toekomst vorm willen geven. Die de eigen cultuur willen beleven in de breedste zin van het woord. Toch is een gevolg van de opstanden niet alleen een bewogen Noord-Afrika. Dit alles heeft namelijk ook directe gevolgen voor ons Europeanen. Inmiddels bereiken namelijk via de kusten van Lampedusa, het Italiaanse schiereiland, duizenden gelukzoekers de toegang tot Europa. Economische profiteurs die door de ontstaande verwarring trachten Europa binnen te geraken. Ja, gelukzoekers. Anders dan sommige media schetsen of de immigrantenorganisaties willen doen geloven, gaat hier niet om zielige vluchtelingen. In Afrika verdienen mensensmokkelaars aan dit conflict een dikke boterham door Afrikanen tegen betaling over te laten varen in hun schepen. Ze weten waar Europa makkelijk mensen toelaat. Ze weten wanneer er de juiste momenten zijn om mensen hierheen te brengen. Ze weten dat onze elite ruimhartig is om ze te ontvangen, zolang het maar niet de salarissen en de leefgenot van de elite in gevaar brengt. Het kan niet zo zijn dat de zuidelijke landen in Europa alleen dienen op te draaien voor de tsunami van immigratie die men te verwerken krijgt. Maar zeker ook voor die er nog in grote getalen aan zal gaan komen. Dit is niet het moment om op de euro's te gaan zitten en om geen steun te verlenen wanneer om wordt gevraagd. Samen, middels Europese solidariteit, dienen we de buitengrenzen van ons continent en onze beschaving te bewaken en af te sluiten van een komende invasie van immigranten. Daarom, deuren dicht, de ophaalbrug omhoog, leven kasteel Europa en stop de ongecontroleerde immigratie. Italië als Nederland, immigranten, hand in hand, terug naar eigen land.